Hallo, hallo, dag allemaal. Ik heb weer een leuke mini-training voor jullie vandaag. En het gaat over drie nieuwe creatiesleutels. Want weet je, op zich is het principe van de wet van aantrekking heel eenvoudig, hè? De frequentie die we uitzenden door onze emoties, gedachten, overtuigingen. We krijgen van het leven, van het universum terug wat daarmee overeenstemt, onder de vorm van dingen, mensen en omstandigheden die in ons leven, in onze realiteit verschijnen. Dat is wat het basisprincipe, hè. Dus eigenlijk heel eenvoudig. Maar er zijn best wel een heel aantal factoren die nog meespelen en die we best in de gaten mogen houden om een goed resultaat te krijgen en om gemakkelijk te kunnen manifesteren, hè. Zonder dat daar frustraties bij te pas moeten komen. Klein ogenblikje, nog een klikje hier om te checken. Ja, alright, goed. Zo, de creatiesleutel nummer 1. Dat is dat we heel vaak en heel graag nieuwe dingen willen manifesteren. Als we een nieuw verlangen hebben, dan zijn we volop bezig met dat nieuwe iets of die persoon of dat ding om die situatie in onze realiteit te laten komen, hè. Wat er ook heel erg belangrijk is, is dat we eerst en vooral kunnen aanvaarden dat het er nu nog niet is. Dat we die zogenaamde leegte kunnen aanvaarden, zonder onszelf leeg te gaan voelen. En onszelf eraan herinneren dat we altijd compleet zijn. Dat we altijd alles in ons hebben wat we nodig hebben. Dat we op zich niets of niemand buiten ons nodig hebben om ons goed te voelen. Om ons veilig te voelen. En ik weet het, de theorie is gemakkelijk gezegd, hè? Echt, ik weet het goed. Maar dat is wel de uitdaging. En een paar jaar geleden had ik een channeling laten doen bij Whitebull. En daarin zei hij ook heel duidelijk tegen mij van, hey, je weet heel goed hoe je mensen kan leren om nieuwe dingen te manifesteren, maar het is ook belangrijk dat de mensen beseffen dat die leegte, het niet hebben daarvan, aanvaard mag worden. En dat is eigenlijk waar vooral in het begin van de voorbije 3 jaar heel veel mensen mee zijn geconfronteerd. Met het verlies van allerlei zaken. He, toen al de strenge maatregelen begonnen, zijn er bijvoorbeeld heel veel zaken moeten sluiten die het niet gehaald hebben, omdat er geen klanten mochten komen. Er zijn heel veel mensen dus die heel zware verliezen hebben geleden. En dat waren dan vooral ja, materiële, financiële verliezen natuurlijk. En dat is eigenlijk waar deze tijd ons naartoe wil brengen. Dat is terug naar onze essentie. Dat is onze focus afhalen van het materiële. En ja, natuurlijk hebben we allemaal basics nodig, hè? Een dak boven ons hoofd en eten en drinken. En, hè? Basic natuurlijk. En is het een hele uitdaging om niet in de paniek te gaan en in de stress te gaan wanneer er zoveel wegvalt. Maar er is eigenlijk net de uitdaging geweest de voorbije paar jaar om ons helemaal terug naar onszelf te brengen. Hè? We herinneren ons allemaal goed de lockdowns. We mochten niet buiten, we moesten binnen blijven. Heel veel mensen hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt om echt bij henzelf naar binnen te gaan. Ja, dat heeft voor heel veel mensen een grote shift teweeggebracht. En veel mensen hebben nieuwe keuzes gemaakt. Hier in mijn coachingpraktijk heb ik dat heel goed gemerkt, dat veel mensen begonnen ja, te bezinnen over hun job, hun leven, hun relatie. En dat er ook natuurlijk de energetische shiften zijn gebeurd ondertussen. En die alles bij elkaar heeft dat voor heel veel mensen een echte shift in hun leven gebracht. Zijn ze echt terug bij hun essentie gekomen. En daar zijn we nog altijd mee bezig. Ja, want dat is een ongoing journey. Dat terugkomen, terugkoppelen naar onze essentie. Maar dat is eigenlijk de uitnodiging om vooraleer je dat grote verlangen gaat manifesteren vooraleer jouw creatieproces begint, hè, om ook helemaal de afwezigheid ervan te aanvaarden. Om nu gewoon te aanvaarden van dit is wat er nu is, of wat er nu niet is, hè.
En natuurlijk focus je op wat er wel is, hè, zodanig dat je toch nog die, ja, een vorm van voldoening en dankbaarheid kan vinden voor wat er wel is. Want er is altijd iets om dankbaar voor te zijn, hè. Daar hebben we het al vaak over gehad. Maar weet ook dat de situatie die er nu is, hoe onprettig ze ook mag voelen, dat dat voor jou op dit moment de ideale situatie is om jou naar het next level te brengen. Zonder wat er nu is, was jij niet in volle creatiemodus gegaan om dat nieuw verlangen te manifesteren? Was je niet in die energie gaan staan van creator en weten dat je je leven in eigen handen kan nemen? En dat is net zo belangrijk, dat we die power altijd terug opnemen. Dat we ons daar heel vaak terug aan herinneren en er heel vaak mee aan de slag gaan. En telkens we dat doen, wordt die creatiekracht versterkt. Zie je? En dat is dus het belangrijke, vooraleer je iets gaat manifesteren, aanvaard dat het er niet is en wees daar, ja, tracht daar helemaal oké mee te zijn. Hè? Dat betekent niet daarin berusten. Dat betekent niet van, ja, oké, ik moet het dan maar oké vinden en ja, er komt niks beter verlangen voor mezelf. No way, helemaal niet. Hè? Het verlangen is iets belangrijks, daar heb ik het vorige week over gehad. Dus ga eens terug naar dat filmpje als je het nog niet gezien hebt. Een hartsverlangen is iets fantastisch, hè? Want dat is het universum dat zich door jou heen wil uitdrukken. Dat zet je niet zomaar opzij, hè? Dat is expansie, dat is groei. Dat is de weg naar wie je echt bent, hè? Maar vooraleer je ermee aan de slag gaat met dat grote nieuwe verlangen, of kleine verlangen, ja, ga je eens echt voelen, maak contact met jezelf, met je kern, met je essentie, met je bron. Ga in alignment, ga in verbinding. En weet dat je ook zo compleet bent. Oké? En vanuit dat gevoel zal het ook veel gemakkelijker gaan. Ik noem dit niet voor niks een creatiesleutel. Oké, dat is punt 1. Als jullie vragen hebben, ik zal trachten de opmerkingen in het oog te houden. Zo, tweede creatiesleutel voor vanavond, hè. Het gaat over visualiseren. We weten ondertussen dat ons visualisatievermogen een enorm grote kracht heeft. Dat heeft echt grenzeloze krachten. Dat wist Einstein ons in de tijd al te vertellen. Hè, van onze logica brengt ons wel van A naar B. Hè, dat is heel rechtlijnig, heel logisch en beperkt. Hè. En onze verbeeldingskracht die brengt ons echt overal. Daar zijn geen grenzen aan. En dat mag je heel letterlijk nemen. Hè, want alles wat we ons kunnen verbeelden, alles wat we echt verlangen en ons kunnen verbeelden, kunnen we realiseren. En dat gaat allemaal beter als we ons niet beginnen af te vragen, ja, hoe gaat het dan gebeuren? Hè? Dus die vraag hoe, de waar en wanneer, laat het dan het universum over. Hè? Weet gewoon dat het allemaal kan en ga ervoor. Maar het visualiseren, dat is iets dat we kunnen leren. Hè? Als je daar niet zo vertrouwd mee bent of niet zo van nature visueel bent ingesteld, dat is helemaal oké. We hebben dat niet allemaal. Sommige mensen zijn meer auditief dan visueel ingesteld en omgekeerd. Hè. Het is goed dat je dat minimum kan inoefenen. Hè. Er zijn een hoop oefeningen die je daarvoor kan doen. Binnenkort meer daarover. Maar in dat visualisatieproces, daar gaan we ons net ook zo goed in voelen. Hè. Laat het niet alleen zijn dat je gaat visualiseren om dat specifieke iets te manifesteren. Maar laat het vooral zijn voor de fun. Voor het plezier van het visualiseren. Voor het goede gevoel dat je ervan krijgt. En niet vanuit een gebrek alweer van, ja, het is er nu nog niet. Dus met die visualisatie ga ik het in mijn leven brengen. Ga ik het in leven roepen. Hè? Nee, weet dat het er al is. Want het is er al. Op energetisch vlak is alles er al wat jij verlangt. Alle mogelijkheden bestaan al op energetisch vlak in een andere tijdslijn. Hè. Dus kies gewoon bewust vanuit al die grenzeloze mogelijkheden die beschikbaar zijn voor iedereen, ook voor jou, ook nu. Kies jouw nieuwe scenario. Weet dat het er al is. En start met dat visualiseren gewoon voor het plezier ervan. Gewoon omdat je dat een goed gevoel bent, omdat jou dat in een goede frequentie brengt. Om een match te zijn, om een perfecte match te zijn met wat jij daar verlangt. Hè. En dan ook dat gaat weer een heel ander resultaat brengen dan wanneer je alleen maar
ja, een beetje krampachtig begint te visualiseren een aantal keren en regelmatig natuurlijk elke dag of zo vaak als je kan, om alleen maar dat specifiek iets te manifesteren. Hè. Dus doe het echt vanuit een ontspannen gevoel, met veel plezier en voor het plezier. Okay? Dat is echt ook een tweede creatiesleutel. Dan, als je iets, gaat het ook weer over plezier. Hè? Want ja, we zijn hier op aarde gekomen om te genieten, om plezier te hebben. Echt wel. En als we iets specifieks willen manifesteren, wat het ook mag zijn, een de ideale relatie, die mooie nieuwe auto, je ideaal gewicht, wat het ook mag zijn, hè? Als je iets nieuws wilt in je leven brengen, verklaar dan voor jezelf, ik wil plezier hebben onderweg daarnaartoe. Ik wil niet mij miserabel voelen terwijl het er nog niet is. Nee, ik wil plezier hebben vanaf dit moment, vanaf het moment dat dat verlangen ontstaat. Oh yes, yes, yes. Ik voel, ik maak al contact met het beeld van die nieuwe relatie. Ik zie mezelf met mijn soulmate. Ik zie mezelf in die nieuwe auto met mijn soulmate. Hey, why not? In mijn ideale gewicht. Alles bij elkaar. Het kan allemaal. Ik combineer het gewoon. En ga helemaal in dat gevoel en voel het plezier dat je dat bezorgt. Het gewenste resultaat. Alsof het er al zal zijn. En beslis ook voor jezelf dat je plezier zal hebben onderweg ernaartoe. Dat verhoogt enorm weer je frequentie. Dat haalt je uit de kramp van, ach, maar het is er nog niet. Hè? En ik wil het nu en ik heb geen geduld meer en het duurt al zo lang en bla bla bla. Dan schuif je het altijd maar verder weg. Hè? Dat weet je misschien ook al ondertussen. Dus ja, beslis voor jezelf. Dat is wat ik verlang en ik ga plezier beleven onderweg ernaartoe. Want hoe fantastisch, leuk en plezierig is het niet om echt een nieuw verlangen te voelen opborrelen vanuit je hart. Om, nu weet je dat, hè, om te weten dat verlangen, dat is het universum dat zich door mij heen wil uitdrukken. Oh yes, en ik mag daar een kanaal voor zijn. En dat voelt zo goed voor mij. En ik ga me daar zo blij mee voelen. En ik, ja, dat is gewoon wat ik verlang en wat ik verdien. Ik hoef niks te verdienen, maar je verdient altijd alles. Hè. Je hoeft daar niks voor te doen. Dit is gewoon waar ik recht op heb. Wat is mijn geboorterecht? En ik kijk er al zo erg naar uit. En ik ga zoveel plezier beleven op weg ernaartoe. En het is ook zo leuk om vanaf dat moment alle puzzelstukjes op hun plaats te zien vallen, wanneer je daar echt helemaal aan overgeeft. Aan die grenzeloze mogelijkheden van een limitless universe, om al de synchroniciteiten op je pad te zien verschijnen. De juiste mensen, de juiste omstandigheden, de juiste opportuniteiten die verschijnen, de zogenaamde toevalligheden. Hè? Onder welke vorm dan ook, kan zijn inderdaad mensen die je ontmoet, situaties die verschijnen, is iets dat je toevallig op straat vindt, een affiche die je toevallig, ik zeg altijd toevallig, maar we weten dat dat geen toeval is, hè? Een affiche die je op straat ziet en die met de perfecte woorden die poing meteen binnenkomen, die jou bevestigen dat jouw verlangen helemaal klopt en jou de weg wijzen ernaartoe. Hè? Een liedje of een iets op de radio, of op je muziek, de playlist of zo, dat je net die woorden hoort die van toepassing zijn op dat moment. En waar je anders helemaal over gehoord zou hebben. Dus hoe fantastisch is dat dan altijd. Hè? En weet ook, je zal altijd ergens naartoe onderweg zijn. Onze reis hier, zolang we hier op aarde rondlopen, zijn we onderweg. Anders waren we hier al niet meer. Hè? Dus we zullen altijd ergens naar onderweg zijn, zolang we hier aanwezig zijn op aarde. En het gaat hem om de reis ernaartoe. Het gaat hem om het plezier beleven van de reis. En hoe meer plezier je beleeft tijdens de reis, hoe meer je de goodies langs de weg zal opmerken, de extraatjes langs de weg zal te zien krijgen, die dat jou nog meer extra cadeautjes bezorgen en die het allemaal zoveel gemakkelijker maken. Dus geniet van de reis, waar naartoe ook. Dat is evengoed zo wanneer je fysiek onderweg bent. Hè. Focus je niet alleen op de bestemming, want als het dan eens een beetje trager gaat onderweg, of je moet een omleiding maken, zoals we ook in ons leven
moeten doen soms, hè, of kiezen om te doen soms. Wel, geniet dan ook van die omleiding. Geniet dan ook van dat langere stuk onderweg te zijn. En je kan ervoor zorgen, als het op het fysiek vlak is, dat je iets bij de hand hebt om je te helpen om daarvan te genieten. Als je het moeilijk vindt om van de omgeving te genieten terwijl je in de file staat, want ja, ik kan aannemen dat dat langs de autostraden niet zo, dat er dan niet zoveel moois te zien is. Alhoewel, als je echt wilt, dan zie je overal wel iets moois. Al is het maar de lucht. Maar je kan bijvoorbeeld, zoals ik altijd doe in de auto, toen ik nog naar mijn job onderweg was elke dag, in de auto of in de trein. Ik had altijd audioboeken op mijn iPod staan of op mijn gsm staan. Ik plugde in en ik begon te luisteren. En de reis kon mij niet lang genoeg zijn, want ja, dat zijn allemaal zo'n waardevolle audioboeken die mijn mind voeden, die mijn frequentie verhogen, die mij ja, mooie dingen bijbrengen, waardevolle persoonlijke groei laten beleven. En dus ik genoot daar gewoon van. En dan kom je op die manier met een heel positieve mindset op je bestemming toe, op een heel ontspannen manier. En dan zal je zien dat ook op die bestemming alles zoveel vlotter gaat. So, enjoy the journey. Weet dat je de creator bent van je leven, want wanneer je echt van je reis geniet, dan merk je gewoon dat het universum je alles brengt wat je nodig hebt om dat ene mooie ding te manifesteren. Dan voel je je echt de creator van je leven. De creator, de mede-creator van het universum zelfs. Hè. Dus voilà. Geniet er allemaal van. Blijf dromen, blijf verlangens koesteren en aanvaarden en dus de ruimte geven. Durf grote dromen. Ja, durf jezelf alles te gunnen wat je kan, wat er in je opkomt. Zet jezelf ervoor open, zet je hart ervoor open. En hoe meer je je verbindt met je hart, hoe zuiverder je verlangen zal zijn. Oké? Goed, geniet nog van de dag of van de avond en heel graag tot later. Bye bye.